De nummers 5 en 6 in Jacks League tegenover elkaar. Rijnsburgse Boys thuis tegen HFC. Rijnsburgse Boys thuis nog niet verloren dit seizoen. En HFC de laatste 5 wedstrijden in de competitie niet onderuit gegaan. Dit is de eerste kans. Redding van de doelman Michaelis. Mogen duidelijk zijn, het begin is voor Rijnsburgse Boys. Meteen weer de diepte gezocht richting Komen. Komen met de voorzet richting Zelderust. Terecht met applaus, want dit was een aardige aanval. Dan HFC. De 1-2 met Brandsma. Daar zit Artien tussen. Artien speelt de bal iets te ver voor zich uit. En dan is er een kans in de omschakeling. Brandsma en de redding van Bekkers. En zo is HFC voor het eerst gevaarlijk. Goed voetballende ploeg. Met Boer. Krijgt hier de bal terug. Dan terugleggen. Nou, binnenschieten. Boom. 0-1. Vlak. Een aanval uit het boekje. HFC dus op voorsprong. Maar dit is keurig gespeeld, zeg. Gewoon terugleggen richting de 11 meter. En binnenschieten. Niet te verdedigen. En de voorsprong voor de ploeg van Tameres. Bij Rijnsburgse Boys. Dit is een aardig driehoekje. En zo is HFC weer gevaarlijk. In de 16. En de redding van Bekkers. Juxel. Goede speler. Zelderust. De man van de buitenkant. Bij Rijnsburgse Boys. Is dit een penalty? Nee! Schaper geeft geel aan Spruits. Die wel heel erg gemakkelijk ging liggen. Gele kaart dus voor de middenvelder van Rijnsburgse Boys. Spruits komt niet in balbezit. Zelderus wel. Die heeft wat ruimte om te schieten. Michaelis en in tweede instantie Jongenelen. Het blijft 0-1. De oud-doelman van Volendam houdt dus HFC overeind. We zitten inmiddels in de tweede helft. Dit is een vrije trap. Wisman, de coach van Rijnsburgse Boys. En de vrije trap voor HFC. Met links. Nou, hij zit er niet in. Brandsma. Ja, Kieft miste ook ooit eens. Op dergelijke wijze. Maar dit is er eentje voor de bloeperband, hoor. Ja. Hij verwachtte de bal ook niet, Brandsma. Dit doet hij wel goed, trouwens. Geen overtreding. Juxel is weg. Brandsma. Brandsma heeft gezien dat de doelman iets te ver voor de goal stond. Maar Bekkers redt het bekwaam. Juxel legt hem terug. Schot geblokt. Het schot van vlak. Dit is Tameres. Heeft de zaakjes goed voor elkaar bij HFC. Goed de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter Brandsma. Tros van afstand en Bekkers met weer een redding. En zo lijkt het ernaar uit te zien dat Rijnsburgse Boys voor het eerst een thuiswedstrijd verliest dit seizoen. Hop, ja, het is wel een overtreding, zeg. Jongen, 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 jongen. Het is een gele kaart. En een strafschop, dat mogen duidelijk zijn. En vanaf 11 meter de definitieve nekslag voor Rijnsburgse Boys. Ja, want het is Hulleman die de 0-2 scoort. En zo wint HFC bij Rijnsburgse Boys, dat voor het eerst dit seizoen thuis verliest. En HFC al 6 wedstrijden op rij ongeslagen. Terecht de felicitaties voor Tameres. We'll be right back.